Ja, ik hoop heel veel mensen op de been te krijgen om te zingen, maar vooral om iets avontuurlijks te doen. Om iets te doen wat je niet kan voorspellen. Om iets nieuws te doen, om iets te proberen, om gewoon het avontuur aan te gaan. Ja. We zijn eigenlijk begin januari echt begonnen met audities uitschrijven, mensen werven. Hallo allemaal, leuk dat jullie er weer zijn, of voor de eerste keer zijn, of voor de zoveelste keer zijn. Dus ik wil straks 3 koortjes horen, die elk een heel eigen akkoord maken. We zijn maandag begonnen met repeteren en nu is het zondag. Ja, dat we al zover zijn gekomen met zo'n best wel grote groep. Nou, ik ben echt heel blij. Nou, 8 september gaat het echt om de stemmen. Dus er komen er 1000 stemmen samen. En vandaag mocht je als solist zelf uitpakken. Gewoon doen wat je wilde doen. Dus dat geeft dan ook weer inspiratie voor het koor. En dat werkte wel goed. Ik wil heel graag even beginnen weer met waar we vorige keer weer begonnen, met een klankveld. Het unieke dat je in zo'n korte tijd zo met elkaar zo gezellig bij elkaar en zo gezellig kan zingen. En dan geeft het niet of de een een beetje lager of valser zingt. Maar dat is de pret, eigenlijk wat muziek in muziek zit. Dat breng je bij elkaar. De komende tijd probeer ik op heel veel plekken korte muziekstukjes uit. Samen met solisten en koren en alle deelnemers. En zo doen we ervaring op. En geleidelijk ontstaat er ook een compositie in mijn hoofd. Wat uiteindelijk een grote en echt... volwaardige compositie wordt. Zo stapje voor stapje alle deelnemers toch geven we ze een beeld van waar we welke kant het op gaat. Tot ziens, tot later. Dank je. Zelfs een dammebrand, die kreeg nog. Nou, we zijn het vandaag in elkaar aan het zetten. Dus alle losse onderdeeltjes van het stuk komen nu bij elkaar. En soms is het heel lastig, omdat we natuurlijk in de ruimte gaan staan. We hebben zoveel mogelijk de lijnen van Carré uitgetekend. De dimensies van Carré hier op de grond. Dus het is, al die gekleurde lijnen zie je, dat zijn dan... plekken waar de loges zijn en de stalles is enzovoort. Dus ja, het is een hele uitdaging, maar nu begint het allemaal bij elkaar te komen. En het begint wat te klinken. In het begin vond ik het heel moeilijk, de eerste repetitie.
dat iedereen je zo heel erg vragend aankijkt van wat gaan we doen. En dat ik zelf ook nog helemaal geen idee had. Waar moet het naartoe? Wel wat idee over het stuk, maar ja, of dat werkt met zo'n enorm koor, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Maar ja, iedereen pakt het heel snel op en mensen ja, nemen het ook gewoon snel aan van je. Oké, nummer 32. Maar zeker wordt het iets duidelijker. Dus we dachten eerst, niet veel aan saai. Maar doordat we gisteren een flinke repetitie hebben gehad met nog andere koren. En toen kwamen we erachter dat het eigenlijk veel meer achter zit dan wij dachten van het ene blaadje. Oké, okay, dames en heren. We zitten nu een beetje apart. Maar we gaan voornamelijk nu alleen de Waliestraat repeteren. Dus dit is een muzikale repetitie. Er zijn een paar solisten die een fragmentje van hun eigen muziek of hun eigen cultuur meebrengen. Bijvoorbeeld helemaal aan het eind is Kofi een lied wat hij zelf heeft gemaakt. Er zijn een paar teksten die ik van verschillende mensen heb gebruikt. En voor de rest is de rest door mij gemaakt, ja. Ja. En ik hoor ze op het podium. Jens Kijk, hoor ze. De teksten en de inhoud gaan eigenlijk allemaal over de stad, de relatie tussen jezelf en je omgeving, de relatie tussen ja, de medebewoners, alle verschillende culturen in Amsterdam, of je je thuis voelt of juist niet. Dus het gaat niet letterlijk over Carré 125 jaar, maar dit is wel een mooi moment om het nou eens over de stad te hebben en over je identiteit. Ja, dus ik vind het zelf schrijven. Ja. Robin en Cor zitten nu in Galerij links. Jenny en Cor zitten Amstel links. En mijn koor bestaat voor een groot deel uit mensen die ik wel zelf ken, of via. Ook van mensen die ik niet ken, dus dan is het dan weer heel leuk dat ze dan voor jou gekozen hebben terwijl ze je niet kennen. Maar verder is het ook wel goed gemengd met jongens, meisjes, oud, jong. Dus ik ben heel blij met mijn koor, het is altijd wel gezellig. Nou, er zijn volgens mij maar een paar koren die echt een momentje hebben dat alleen hun koor klinkt. Want voor de rest is het bijna altijd dat er meerdere koren samen zijn. En dan hebben solisten soms wel een solo daarin, in het geheel. Er zijn sommige stukken waar je bijna alle koren hoort. Dan wordt het heel erg, dan wordt het heel erg vol, want dan zijn er natuurlijk duizend stemmen. En ik denk dat Marlijn er juist een kunst van maakt om ermee te spelen dat je soms minder hoort en soms meer, en dat je dan daardoor meer dingen kunt accentueren. Je staat er en je hebt niet eigenlijk een idee van waar het naartoe gaat. Muziek, omdat er heel veel verschillende ritmes zijn en ook dingen die helemaal niet zo ritmisch klinken. Als al die stemmen erbij komen van die mensen, volgens mij wordt het echt geweldig. En ik vind het verrassend wat Marlijn allemaal maakt en hoe het in elkaar valt en hoe mooi het dan klinkt. En vier maten daarvoor hebben Erwin, Sally, Robin een belangrijk momentje. Door. Dus het is niet zo dat je net zo lang naar het bordes kijkt totdat de toon stopt. Ik heb
Mag ik zeggen dat ik enorm trots op jullie ben? Ik vind het ook leuk. En ook super luxe dat als je dingen bedenkt, dat dan heel veel mensen komen helpen om het gewoon te proberen. Dat vind ik echt wel een toffe eer. Dus dat vind ik echt te gek. Misschien hebben jullie je best wel eens afgevraagd van ja, wat zal het worden? Het is een muziekspectakel, een muziekkunstwerk. En heel knap dat je kans ziet om 1000 amateurzangers in het gelid te krijgen. En logistiek het zo te regelen dat het ook nog allemaal klopt, dat het niet misgaat. En dat het niet dingen door elkaar gaan die juist niet door elkaar moeten gaan. En dat de dingen die door elkaar moeten gaan juist wel door elkaar gaan. Super fijn dat jullie er zijn. Jullie zien er allemaal heel mooi uit. Dus we gaan nu naar het Amsterdam Hotel. Okay. Gaan ze dadelijk de flashmob doen. Iedereen verspreidt zich hier over het Waterlooplein. En neemt hun eigen klank. Als Amsterdam ons huis is, is dit onze huiskamer. Het komende uur vertellen wij over onszelf en over elkaar. We zingen wij voor u de stad. Spreken met meer dan woorden alleen. Dat was heel leuk, dus mensen zingen op het podium, van het podium af, lopen en zingen tegelijk. Oh.
fantastisch. En ik was eigenlijk ook echt ontroerd. Helemaal ondersteboven. Dat je in de zaal zit en allemaal geluiden hoort. Ze hoorden ons zingen en waren van wow, zij horen er ook bij. Hartstikke leuk vond ik het. Ik ga verder. Over de bergen, ween voor vrijheid. Ga graag meer dan wijsheid. Wil hier weg, wil hier weg, wil hier weg. Naar waar mijn huis is, over de bergen, ween voor vrijheid. Gruwelijk. Ik vond het vet. Ik vond het helemaal vet. Ik ben nog steeds... Ja, ik ben zelf onwijs trots op iedereen die gewoon in zo'n grote zee van informatie en van indrukken toch... Ja, zo de baken set en een eigen koers vaart. Daar ben ik echt heel trots op. Want zelf ja, probeer ik het natuurlijk allemaal te volgen. Maar ja, iedereen moet zijn eigen weg vinden in het geheel. Ja, dat is te gek. En dat is dankzij gewoon een hele grote structuur van allerlei mensen die achter de schermen helpen. En ja, past het uiteindelijk in elkaar. Ik ben super trots dat deze mensen en daar en daar en daar... Yes, het durfde. De vijf durfden te blijven en ja, het avontuur zijn aangegaan. Dus ik hoop jullie heel snel weer te treffen in een volgend avontuur. Nou, het was moeilijk te voorspellen hoe het precies zou klinken. Dus nu hebben we het gehoord en ik vond het wel mooi.